Hoi, dit is Colette van Intuïtief Inzicht. Ik ga een reading doen voor de boogschutter voor de maand september. Tijd is vloeibaar. Oh, er valt er alleen. Tijd is vloeibaar. Kijk wat resoneert met je. Misschien op een Oeh, die moeten terug. Dat is te veel. Oh, de boogschutter is enthousiast. Ja, die kwam gisteren ook in een reading voor. Samen met de weegschaal bij de leeuw, als ik het goed heb. Nee, bij de ram. Bij de ram. Boogschutter, wat hebben we voor jou in de maand september? Je bent best dominant aanwezig. Dat is ook wat ik voel, maar dat is ook in de readings. En mocht het nu niet resoneren, dan misschien op een later tijdstip. Kijk de reading dan nog eens terug. Nou, leuk als je de like-button indrukt. En nog leuker als je de abonnementsknop indrukt. Dan zie je vanzelf de nieuwe readings. En het is helemaal gratis. Abonnee klinkt alsof het geld kost, maar het is helemaal gratis voor de mensen die YouTube nog niet kennen. Wat hebben we voor de boogschutter in de maand augustus? Oeh, deze moet er echt uit. Boogschutter, ik hoop dat het goed met je gaat. Waar ben je mee bezig? Wat ben je aan het doen? Wat houdt je bezig? Misschien iets in de liefde of zakelijk. Oh, deze moet er ook uit. Ik ga hier eens even kijken. Deze wil ik even hebben, want die was als eerste. 2 weken vanaf nu, boogschutter. Dat zou dus half september betekenen. Wat gaat er gebeuren? Wat gaat er gebeuren? Oh, kijk eens. Oeh, er is een... Je geld gaat naar beneden dalen. Hoe zeg ik dat? Er komt een, er komt een mindering in je geld. Ga je misschien ander werk doen? Heb je een enorme toeslag gehad? Of heb je een enorme uitgave gehad? Ah, kijk nou. Kijk eens. De nog vrij in te vullen kaart noem ik het altijd. Deze kaart is blanco. En dat betekent dat er van alles mogelijk is. Dat je alle kanten op kan gaan. Dat er veel open ligt. Dat je keuzes gaat maken. We gaan kijken in de reading wat hij wil zeggen. En kan het zijn dat je je gevoel aan het negeren bent? En misschien voel je wel, of je, tuurlijk voel je... Maar is het zo dat je voorbij je intuïtie gaat en dat je er niet naar handelt? Maar in ieder geval negeer je je gevoel. Kan het zijn dat het niet uitkomt wat er aan de hand is, waar jij mee bezig bent en dat je het eigenlijk niet wil zien? Dat je misschien nog bewijzen aan het verzamelen bent, dat je het gewoon niet wil geloven omdat het niet uitkomt. Dat je het niet wil geloven omdat het je zo enorm zou teleurstellen in iemand of in iets. En dat je weer opnieuw moet beginnen. Ik weet het niet wat het is. Maar je bent je gevoel aan het negeren. Ja, ja, ja. Dat betekent dat je eigenlijk iets aan het ontkennen bent voor jezelf. Terwijl je eigenlijk ook wel weet dat het uiteindelijk... Ja, uiteindelijk kom je dan toch van een koude kermis. Ah, kijk eens, er komt een verandering in je woonsituatie. Kan dat te maken hebben met het feit dat je minder goed in je geld zit? Misschien ga je je huis verkopen, omdat dat moet. Misschien ben je je baan kwijtgeraakt of iemand in de familie. Het kan altijd iemand anders ook zijn, hè? Het kan een familielid zijn, een collega, je partner. Maar in ieder geval is er een verandering van woonsituatie. We gaan kijken waar dat mee te maken heeft. Dat zou kunnen zijn omdat je budget anders wordt. Maar het kan ook zijn omdat je gewoon weg wil. Dat je van een groter huis naar een kleiner huis wil. Of je wil naar het makkelijker, naar een appartement en geen tuin onderhoud.
We gaan kijken. Ah, kijk eens, kijk eens. Oh, dit is wel, ja, dit is voor mij al veel duidelijker. Er is hier iemand, jijzelf of iemand in jouw omgeving, die volstrekt onafhankelijk wil gaan opereren. Die wil eigen bezit, eigen baas zijn. Niet meer in een loondienstsituatie. Iemand die zelfstandig gaat werken. Ja, of misschien al werkt. En het kan best zijn dat het daardoor eventjes een deuk zit in het geld verdienen. Omdat diegene of jijzelf nog aan het opstarten bent. En dat je eerst moet investeren voordat je daarna de vruchten daarvan plukt. Zou heel goed kunnen. Ga je misschien een eigen winkel openen? Ergens half september. Ben je ergens mee bezig op dit moment en dat je zoveel hebt moeten investeren dat je eventjes rood moet staan? Terwijl je weet dat het daarna weer gaat stijgen. Deze moeten we hebben. Oh, kijk eens. Kijk eens, boogschutter. Er komt hulp. Er komt onverwachte hulp. Het kan ook hulp zijn uit onverwachte hoek. Soms kan ik de kaarten in de legging anders duiden, omdat ik dan toch zie van, hey, wat is er aan de hand? Maar in dit geval zal het onverwachte hulp zijn. Want je had misschien een beetje het gevoel dat je alles toch weer in je eentje moest uitdokteren. Dat je dat ook gewend bent om te doen. Of omdat je geen behoefte had aan hulp. En nou eens werkelijk gewoon zelf wil gaan kijken. Wat wil ik gaan doen? Ik heb heel erg het gevoel dat er iemand is die van een vast dienstverband naar zelfstandig gaat. Of misschien al zelfstandig was, maar wat over gaat nemen. Een winkel gaat overnemen of iets anders. Een dienst gaat verlenen. En dat daar toch een enorme investering bij komt kijken. Ik heb twee kaarten, dat doe ik nooit, maar ik pak ze nu allebei. Kijk eens, er staat een deur open. Er gaat een deur open en er staat een deur voor je open. Ja, je bent aan het veranderen in je werk, denk ik. Kan ook zijn dat je weg bent in een liefdesrelatie. Dat je op jezelf gaat wonen en dat die verandering is in je woonsituatie. Dat je iets achter je gaat laten, dat je met iemand samen woonde. Kan ook natuurlijk dan getrouwd zijn, hè? Dat je met iemand onder één dak woonde of woont. En dat je van plan bent om daar weg te gaan. Letterlijk staat er een deur open van een nieuwe woning. Dat zou heel erg goed kunnen. En dat je daardoor ook een beetje op zwart zaad zit op dit moment. Nog niet helemaal, maar het is wel minder dan wat je gewend bent om te kunnen besteden. Waardoor je gewoon even moet opletten. Maar je wilt zo ongelooflijk graag onafhankelijk zijn. Onafhankelijk en eigendom hebben. Eigendom. En het grappige is, deze kaart, ja, het is weer zo compleet. Iemand wil geen commitment. En ik heb het gevoel, boogschutter, dat jij dat zelf bent, die in deze ontwikkelingsfase zit. In deze opfase naar iets zelfstandig. Je wil onafhankelijk zijn. Nou, dat is toch ongelooflijk, deze twee kaarten bij elkaar. Je wil gewoon echt niet dat er iemand bepaalt hoe jij je werk moet doen. Hoe jij moet acteren. Hoe laat jij begint. Je wil je eigen regels maken. Je wil geen commitment. Wel aan klanten, maar niet aan iemand die van hoger hand bepaalt hoe jij het moet doen. En ik heb ook een beetje het gevoel dat die onafhankelijkheid en dat willen bezitten en een eigen ding willen hebben, dat het heel erg te maken heeft met niet onderdeel zijn van een groep die dezelfde werkzaamheden doet. Ja, misschien ga je wel aan huis iets doen. Dat je daarom gaat veranderen van woonsituatie. Dat je een woning hebt kunnen krijgen met een praktijkruimte erbij.
En dat er half september iets gaat gebeuren. Ja, dat gevoel heb ik heel erg. En wat ik ook heel leuk vind, is dat het is dat het een totaal andere reading is dan... ja, het komt misschien nog, want ik ben nog niet klaar met de kaarten. Maar dat het echt een reading is van een totaal andere aard. Boogschutter, laat me weten. Ik ben zo benieuwd. Jij bent degene die verbinding niet aan wil gaan met anderen. Je wil de verbinding aangaan met jezelf in een nieuwe situatie. Onafhankelijk zijn, je eigen geld verdienen met een eigen business. ZZP'er, freelancer. Misschien ga je jezelf verhuren aan bedrijven. Heel leuk. Ja, ja. Ja, of inderdaad, vanaf huis met een praktijk. En het is nog vrij in te vullen. Kan het zijn dat je nog bezig bent om een logo te bedenken, een bedrijfsnaam te bedenken? Of dat je gewoon jezelf helemaal een carte blanche geeft om het te gaan invullen? Ik zie het als een vrijheidskaart. Ja. Ja, ik zie het echt als een vrijheidskaart. Jij bepaalt hoe je het wil. En die hulp, die kun je natuurlijk aanvaarden. Maar je hoeft niks en je hebt niks met anderen te maken. Jij bepaalt zelf hoe je het gaat doen. Oh kijk, en je wordt beschermd door engelen. Ja, nou die kun je wel gebruiken denk ik bij de opzet in deze business. Oh, kijk nou eens. Deze en deze viel er ook uit. Ja, die moet ik er allebei dan maar bij leggen. Heb je iets te maken op dit moment met een leeuw in je omgeving? Ik denk niet dat het een medezakelijk partner is. Want ik heb heel erg het gevoel dat je echt in je eentje die onafhankelijkheid wilt gaan nastreven. Maar misschien heb je een relatie met een leeuw. Of heb je een leeuw achter je gelaten? En was dat die ballast die jij kwijt moest voordat je verder kon met een eigen business gaan beginnen? Dit vind ik echt, je had ballast. Je had ballast. En volgens mij ben je die aan het weggooien. Ik denk dat ik al in de verleden tijd kan praten. Je hebt iets achter je gelaten en ik denk dat het met een leeuw te maken heeft. Ja, het kan een man zijn, het kan een vrouw zijn, jij kan een man zijn of een vrouw zijn. Kijk wat voor jou resoneert. En als het niet een liefdespartner was, dan is het misschien een zakenpartner of een iemand die boven je stond in een bedrijf waar je verantwoording aan moest afleggen en die bepaalde hoe jij het moest doen. Het heeft iets te maken met de regie nemen. Je wil vrij zijn, je wil loskomen. En dat is die ballast ook. Niet alleen van die leeuw waar je aan gaat ontsnappen, maar ook aan de druk die je op je schouders voelt van moeten. Het moeten presteren in de ogen van een ander. Verantwoording moeten afleggen. Je wil dat niet, je wil het niet. Oh, het is een hele duidelijke reading. Ik ga een Osho-kaart erbij pakken. Ja, ik word er helemaal blij van, boogschutter. Want ik voel de ruimte die je jezelf aan het geven bent. De vrijheid. Het lijkt wel. Ik zie een kooi met een vogel. Een kooi die open gaat. Je voelt je eindelijk zelf doen. Hop, deze kaart moet het zijn. Morality. Deze kaart die trek ik heel vaak. Ben je 44 misschien? 4-4. Het is niet te geloven, hè? De vieren. De engelen die beschermen jou. Vieren staan voor engelen. Je wordt enorm beschermd. Hoe kan het dat deze kaart eruit valt? Ah, morality. Ja, fantastisch. Ik ga kijken wat het boekje erover zegt. Ja, je wordt enorm beschermd en je wordt ook geholpen. Je kunt vrij worden. Vrij, vrij. En vooral in fysieke zin ook, hè? Moraal. Bodhidharma stijgt ver uit boven de zedenprekers. De puriteinen, de zogenaamd goede mensen, de wereldverbeteraars,
Hij is tot op de bodem van het probleem gegaan. Als er geen bewustzijn in je daagt, is al je moraal lariekoek. Dan is al je beschaving zomaar een dun laagje dat iedereen kan wegkrabben. Maar als je moraal voortkomt uit je bewustzijn, niet uit een vorm van discipline, is dat een heel andere zaak. Dan komt je respons op elke situatie vanuit je bewustzijn. En dan is alles wat je doet goed. Bewustzijn kan niets doen dat slecht is. Dat is juist de inherente schoonheid van bewustzijn. Dat alles wat eruit voortkomt gewoon mooi is, gewoon goed is. En dat zonder enige moeite en zonder enige oefening. Dus in plaats van de bladeren en takken te snoeien, moet je de wortels snoeien. En om de wortels te snoeien bestaat er maar één methode en geen andere. De methode van alert zijn, van gewaar zijn, van bewustzijn. Nou, dit is echt een hele mooie toepasselijke kaart bij deze reading. Want je bent heel bewust. Je hebt bewust iets achter je gelaten, omdat je uit wil vliegen, zelfstandig wil zijn, onafhankelijk wil zijn, geen commitment aan wil gaan. Wel met jezelf en met degene waar je uiteindelijk voor gaat werken in je zelfstandigheid. Ik denk dat het een praktijk aan huis kan zijn. En je weet dat je een enorme investering hebt gedaan, financieel, maar dat je dat terug gaat krijgen. Half september begint er iets, boogschutter. Ja, ik ga nog een mooie universumkaart trekken. Gewoon een mooie leus. Kijk, dat is ook van een hele mooie. Die heb ik nog eigenlijk niet echt gebruikt. Het universum staat achter je. Wat wil het universum nog tegen je zeggen? Je bent zo goed bezig. Het betekent wel hard werken, maar je voelt je zo vrij. Er komt zoveel energie vrij. Fantastisch. Deze moet het zijn. Ik ben de liefdevolle energie van het universum. Nou, wat zei ik? Er komt ruimte, ballast valt weg, je krijgt energie. Het is fantastisch. Je zit een beetje op vleugels. Je gaat vanzelf. Nou, boogschutter, ik ben heel erg benieuwd. Succes!